Voorzitter, wie echt wil in ons land, heeft alle mogelijkheden om zijn of haar ambities te verwezenlijken. Wat betreft de toegankelijkheid tot onderwijs staat Nederland in de top. En Nederland blinkt uit in uitstekend onderwijs voor de laagste groepen. Nou, het OESO-rapport constateert dat er meer moet worden gedaan om migrantenkinderen te laten slagen op school en in de maatschappij. Nog meer vragen wij ons dan af. Kijk naar het verleden. Hele cohorten kinderen van Italiaanse, Joegoslavische, Surinaamse, Indonesische, Vietnamese afkomst hebben hun weg gevonden in het onderwijs. Ze hebben met extra hun best doen, met hard werken gebruik gemaakt van alles wat het Nederlandse onderwijs te bieden had aan emancipatie, aan kennis en kunde. Dus het gaat niet om migrantenkinderen in het algemeen, voorzitter. Het gaat hier veelal om Turkse en Marokkaanse kinderen. Daar zit het probleem. Daar zitten de ouders die tot in de derde generatie weigeren om thuis Nederlands te spreken. Daar zitten de ouders in een zelfgekozen isolement. Daar zitten de ouders die hun kinderen met een taalachterstand van soms wel 4 jaar naar de basisschool sturen. Nou, de kansenongelijkheid waarover hier wordt gesproken, is er een die ouders zelf kunnen oplossen door bijvoorbeeld actief deel te nemen aan onze samenleving, te assimileren, thuis Nederlands te spreken, Nederlandse boekjes te lezen, Nederlandse tv te kijken. Daar ligt de sleutel bij de ouders om die kinderen, net als al die kinderen die ik net al noemde, te laten slagen op school en in de maatschappij. Nou, dit debat gaat over zelfgezochte en zelfgecreëerde kansenongelijkheid veelal. In dit debat willen de collega's de Nederlandse samenleving en het onderwijs schuldig verklaren en migrantenouders en kinderen tot willoze slachtoffers maken van die wrede, discriminerende scholen. Hou eens op met het koesteren van lage verwachtingen ten aanzien van welke ouders en hun kinderen dan ook. Stel eisen aan ze. Jaag ze aan om er het beste van te maken. Lage verwachtingen koesteren, voorzitter, is de doodsteek voor emancipatie en onderwijs. Voorzitter, wij zullen niet ontkennen dat er helemaal geen sprake is van kansenongelijkheid. En ik doel dan natuurlijk op de invoering van het leenstelsel. Collega Quint zei het al, die de kansenongelijkheid binnen het hoger onderwijs heeft vergroot. Maar ook dat de eindtoets in het PO niet meer leidend is bij het bepalen van het schooladvies. En ik overweeg daarover alweer een motie. En ik geef even aan dat de VO-raad diezelfde aanbeveling ook al heeft gedaan. Misschien dat het helpt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel.